Mijn gast is dit keer Jurgen Rijman. Ja, nee, maar ik heb ook wel bij programma's gezeten in Amsterdam. Die werden opgenomen dan in bepaalde studio's. Dat ik ook dacht van shit, weet je, dat je ook gewoon zag dat studenten een bonnetje kregen als ze binnenkwamen, zodat ze gratis konden eten. Alleen maar omdat je echt voor een maaltijd publiek had, weet je, dat dacht ik van damn, weet je, dit is leger des heils publiek. Jurgen ken je ongetwijfeld als presentator van programma's als Rijman is Laat, Zo Rijman en natuurlijk The Comedy Factory. Het programma dat stand-up comedy naar het grote publiek bracht. Jurgen is tegenwoordig niet zoveel meer op podia te vinden. Wat hij wel doet, vertelt hij aan het begin van deze aflevering. We namen dit gesprek online op tijdens de zoveelste lockdown. En mijn stem is wat zachter dan die van Jurgen omdat er wat misging. Maar hey, het gaat dan ook om zijn verhalen. Geef voor we beginnen even een ram op die like-knop. Abonneer als je dat nog niet had gedaan. En laat ook een berichtje achter in de comments. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jurgen Rijman. Ik checkte net snel jouw biografie op Wikipedia. Op Wikipedia, wauw. Ja, je hebt je eigen Wikipedia pagina. Ik weet dat ik één keer heb ik mezelf op Wikipedia tegengekomen. Ik zocht het woordje snabbelen. En toen zat er een foto van mij op die Wikipedia pagina. Ik heb het ook heel snel veranderd. Die motherfuckers. Ik weet, de een of andere fucking Rotterdammer heeft het ooit gedaan waarschijnlijk. Vind ik ook mooi om te beginnen. Ben jij zo'n snabbelaar dan? Ik ben ooit wel een snabbelaar geweest. Ja, tenminste, eigenlijk als ik nu kijk, heb ik het voornamelijk van de snabbels. Ja. Maar dan noem je het nog snabbels. Ik zit meer in de consultancyhoek nu. Ik doe echt nu dingen voor bedrijven, dagvoorzitterschappen. Ik doe heel veel trainingen ook over inclusie en diversiteit. Ja. Het bedrijf waarvoor ik werk helpt mensen ook met persoonlijke groei van hun personeel. Ik doe een beetje recruitment af en toe voor bedrijven. Dus ja, het zijn verschillende jobs en dat zou je wel snabbelen mogen noemen in ons termen. Ja, maar inmiddels is dat meer gewoon een andere carrière. Ja. Of is je carrière een andere kant op gegaan dan het echt snabbelen is? Zo kan je het noemen, ja. Maar het is omdat ik me dan toch nog een beetje artiest voel, noem ik het maar snabbels. Ook al zit ik bij EY of PwC weer te verklaren waarom ze negen leuk moeten vinden, dus. maar ik bedoelde natuurlijk de klassieke snabbels. Ja. Dat je gewoon bij een bedrijf even een kwartiertje of een half uur gaat doen. Nee, die doe ik minder. Nee, maar je hebt ze wel gedaan. Oh ja, ja, dat is echt. Dat waren de krenten in de pap altijd, Wouter. Dat was gewoon van, je had je vaste dingen met de televisie had ik en met theater. Maar de echte krenten in de pap, dat waren het snabbels altijd. Weet je, mensen die dan voor een paar duizend euro laten komen om even 10 minuten leuk te doen. Weet je, en ik had gewoon één set van 15 minuten. En daar heb ik echt tonnen mee verdiend door de jaren. Nou ja, kijk, dat is gelijk de goede kant van dat soort dingen. Ja. Het verdient een boel geld. Maar ook wel, het verdient ook een boel geld, omdat het niet altijd de makkelijkste of de leukste klussen zijn. Nee, maar kijk, laatst hebben we toch een leuke gig gedaan. Ik bedoel, we hebben online comedy gedaan. Het was, jij was zo braaf om tot naar de studio te gaan om het daar op te nemen. Ik heb het gewoon van achter mijn eettafel gedaan. En ik denk van, motherfucker, ja, I could get used to this. Ja. Weet je, ja, Maar dat is nu. En ik heb meer shows online gedaan. En ik moet zeggen, de meeste doe ik ook gewoon vanuit huis. Want het kan. Ja. Of in sommige gevallen. Maar jij zal ook de shows hebben gedaan, zeker in het verleden. Dat je wel dus aankomt op een bedrijfsfeest waar je staat en dat zegt, nou. Ik heb het één keer meegemaakt. Dat is een van mijn best betaalde gigs. Ik vergeet het nooit, met 10.000 euro voor een kwartier optreden. Echt, ik, I'm not fucking with you. Dat was de raad van bestuur van PostNL, moest ik doen of zo. Dat is echt jaren geleden, hoor. Ze hadden net een wissel van het bestuur. Ik weet nog, Wim Kok zat zelfs nog in de raad van commissarissen. Kan je nagaan hoe lang geleden dat was. En ik kom daar in een... Het was ergens in een pand in Amsterdam. En ze hadden dus 12 van die man zaten tegenover me. Ik zat met mijn pianist echt op 5 meter van die man. Alsof ik een soort van...
Heb je wel eens in de Senate zo die auditory committees gezien, waar dan iedereen zo rond de tafel zit en dan heb je één slachtoffer die zich moet verklaren. Hey, alles wat ik zei, er kwam gewoon geen lach van die motherfuckers in gezicht. En dat moest ook nog in het Engels. En iedereen zat me aan te kijken van ja, waarom doen we dit eigenlijk? En enige wat ik in mijn hoofd was, wat in mijn hoofd rondging, is van 10.000 euro, 10.000 euro, 10.000 euro. Nog maar 5 minuten, 10.000 euro, 5 minuten, 10.000 euro. Het is echt, ik heb liedjes gezongen. Ik heb bijna, op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, tap maar voor ze. Misschien dat helpt, maar ik had mijn tapschoenen niet bij me. Dus, maar dat was echt vreselijk. En ik begrijp wat je bedoelt. Het zijn echt van die kicks dat je soms echt dood kan gaan. Maar het enige wat er in mijn hoofd achterbleef was van, oké, denk aan je factuurtje wat je dadelijk moet sturen. Dat maakt alles weer helemaal goed. En deze mensen zie je nooit meer terug, want ze gaan je geen tweede keer vragen. Geloof me, daar hoef je geen zorgen over te maken. Nou ja, precies, dat is het met dat soort plekken. Dat je, ja. Maar je zal er ook... Kijk, natuurlijk is de redding altijd gewoon denk aan de factuur. En mede daarom is de factuur ook wat die is. Is ja. Maar soms heb je ook eentje ertussen die lacht. Weet je, heb je eentje die op jou die kan werken en is het de moeite waard. En ik hou altijd wel de eer aan mezelf. Ik had alleen met mijn toetsen en zo de afspraak van, als wij er maar plezier hebben met z'n tweeën, weet je, fuck them, dan hebben wij tenminste een leuke dag gehad. Ja. En daar hield ik het aan. Want je hebt ook dat je er wel wegrijdt en dat je ondanks je goede bedoelingen en ondanks je voornemens met je pianist wegrijdt en denkt, hier heeft niemand lol aan gehad. Nee, niet. Dat ik echt denk van, weet je, had het geld aan een begrafenis uitgegeven, dan had je dezelfde reactie gehad uiteindelijk, weet je. Ik heb echt van dat soort, ook van dat je dan mensen kijkt, weet je, dat je de grappen vertelt en dan denk je van shit, oké, dit niveau was iets te hoog hiervoor. En dan doe je gooi een platte ertussen tegen op het einde, dan gaan ze helemaal stuk en dan moet je dan nog 10 minuten doorgaan alleen maar om ze nog die lach te geven waarvoor ze betaald hadden. En dan denk je, jezus, had ik dit geweten, dan was ik direct begonnen met piemels en plassen en poep, weet je. Maar dat vinden jullie blijkbaar toch wel heel intelligente humor hier in de Achterhoek met je neven. Dus... Ja, ik heb echt hele mooie dingen meegemaakt. Echt, ook mensen die dan met je in discussie gaan over een grap, weet je. Dat je dan ergens komt, mensen die, ja, dus echt heb ik echt... Ik had een keer op een bedrijfsfeest en ik maak een grap. En die man zei, je mag echt over alles grappen maken. En ik maakte een grap en het was iets met het geloof of zo. Nou, en een vrouw stond op en die begon het evangelie voor mij te verkondigen daar, zo midden in het optreden. Dus ik zei op een gegeven moment toen ze klaar was, amen, zuster, amen. Ik hoop dat deze heidense motherfuckers ook doorhebben wat wij bedoelen, dat de Heer verlicht. Het is. En toen werd ze helemaal lijp. En toen is... Ja, ik had zoiets van, ik word toch niet door jou betaald. Dus kan mij wat verdomme, weet je. Het is echt, je hebt echt van alles. Ik heb het ook in een show meegemaakt een keer. Ik deed een stuk over Family Man, heette dat programma. Ik deed een stuk over mijn zuster die overleden is. Echt een heel emotioneel stuk waar ik echt... Ik heb het 200 keer gespeeld. 200 keer heb ik echt ook oprecht moeten huilen tijdens het stuk. En er staat een vrouw op en in de zaal plotseling, ik vergeet het nooit, want het is in, waar was het weer? In Amelo. Ja, in Amelo. En die vrouw stond op en die zei van, ja, ik vind het helemaal niet grappig. Ik heb mijn kind 10 jaar geleden verloren en dat je er grappen over de dood hier zit te maken. Alles. Ik zei, mevrouw, dit is ook niet grappig bedoeld. Ik heb een vertellen oprecht verhaal over mijn overleden zus. Ja, het zal wel dat je zus dood is. Ik geloof er niets van. Echt, ja, ja. En die hele zaal er ook aankijk van, hey Karen, psh, rustig aan, bitch, weet je. Dit is... En ik zeg, ik vond het zo erg voor dat ze het zo, maar ja, je maakt van die dingen mee, die horen er gewoon bij, dat weet je zelf ook wel. Ja, sterker nog, dat is de hele voedingsbodem. Ja, het is inherent aan wat wij doen, Ben. Nee, ja, dat is, ik bedoel, over 90% van de shows is te gek, of 95%. Ja. En is leuk om te doen, maar de eerste 5%... Ja, daar moeten we doorheen. Het is net voetballen bij FC Utrecht. Je hebt 2 of 3 wedstrijden in seizoen die echt goed gaan en de rest moet je doorheen. Het is niet anders. Ik heb nu allemaal boze FC Utrecht fans. Fans, ja, daarom denk ik, ja, komen ze bij jou lekker, weten ze weer niet waar ik woon. Nee, maar het is, elke club heeft dat, laat me het zo zeggen. Ik had ook Ajax kunnen noemen Feyenoord. Eigenlijk Feyenoord is beter. Ja, en die hebben echt agressieve fans. Vraag maar aan Berghuis. Dus, dat sowieso. Nee, maar dat is het. Je komt op plekken dat mensen rare shit roepen. Heb jij daarin een verandering gemerkt? Zeg maar, tussen wel of niet op tv zijn?
Wauw, dat is een ping in mijn oor. Voor mij ging er iets, is er een bericht binnengekomen. Maar nou ja, dat merk je wel als je moet afmonteren. Nou, je merkte wel in het begin. Kijk, ik ben namelijk bijna vrijwel direct op televisie begonnen. Ik deed comedy in Suriname. En toen ben ik hier naartoe gehaald om een toertje te doen. En dat was echt voor de Surinaamse community al hier. Weet je, die hadden allemaal gehoord van een familie dat ik wereldberoemd was in Suriname. Dus dat ze het moesten zien. En toen kwam daar iemand van Man at Work en de NTR kwam me kijken. En die hebben me toen gevraagd om de Comedy Factory te presenteren. Dus ik ben eigenlijk... Ja, direct op televisie begonnen bijna. Voordat ik echt theater... Ik heb een heel klein toertje gedaan voor mijn familie. Om het zo te noemen. Want er alleen Surinamers die kwamen. Ik deed zelfs voorstellingen in bij mensen in de woonkamer. Die me hadden ingehuurd. Om voor 30 man te komen spelen in de woonkamer. Het was echt waanzinnig wat ik heb meegemaakt. Maar toen kwam de Comedy Factory. En eigenlijk vanaf de Comedy Factory... begonnen al mijn theatershows direct goed te lopen. Dus dat is wel wat ik heb gemerkt. En de gigs tussendoor. Ja, dat ging ook fantastisch. Dus ja, je bent dan een soort... TV celebrity, dus mensen, je komt binnen, weet je, het is net als Guido Weijers en net als die andere weer, Lubach. Ja, je denkt, ze scoren zo goed op tv, dus ze moeten wel leuk zijn. En, ja, dan lach je vanzelf wel om die onzin die ze vertellen. Ja, mensen willen dan ook heel graag. Mensen willen heel graag lachen, ja, precies. Je hebt heel veel huiskameroptredens gedaan. En ook voor Surinaamse families op Surinaamse huiskamer. Ja, gewoon. Ja, dus terwijl ze bami's zaten te eten, zat ik daar grappig te doen. Dat is echt... met de rotti op schoot en Raymond dan een grap vertellen. Dat was echt... ik voelde me net Studio Sport op de zondagavond. En Surinamers eten altijd als ze bij elkaar komen. Dus ja, dan moest je optreden tijdens het eten gewoon. Ja, ja. Ik heb ooit één keer een te gekke show gedaan. Het was een Nederlandse man. En die was echt al ergens in de 50. En die was getrouwd met een Surinaamse vrouw. Okay. Zij was een jaar of 30. En zij was een hele mooie vrouw. Hij was een man. Met geld. ik wil heel graag geloven dat het oprechte liefde was. Maar de verhoudingen waren een beetje scheef. Ja. Maar die hadden voor het eerst deden ze een verjaardag samen van hem en van haar. En dus ook voor allebei de familie samen. Oeh. En of wij dan comedy daar wilden doen. En het was zo grappig, want de hele woonkamer zat vol. Ik denk 90% was de Surinaamse familie en 10% waren gewoon witte Nederlanders die heel bang om zich heen zaten. Ja, ik ben beroofd door de zwager van mijn nicht op tijdens een verjaardagsfeestje. Het was heel bijzonder. Ik heb het een keer meegemaakt. Mijn vrouw had een verjaardagsfeestje. En ik had een nieuwe telefoon voor haar gekocht. Was het einde dat het allemaal nog kon. En ik had een nieuwe telefoon voor haar gekocht. En op het eind van het feestje was de telefoon weg. Dus wij moesten toen de volgende dag moesten we aangifte gaan doen bij de politie. En die man kijkt en zei, maar wie waren er allemaal op het feestje? En dan moet je dus echt oprecht zeggen, familie en vrienden. En... Ja. Later kwam ik erachter dat we één neef hadden die junkie was en dat wisten we toen nog niet. En die heeft gewoon die telefoon achterover gedrukt. We hebben hem toen niet meer aangegeven hoor. Ik heb gewoon €100 extra gegeven voor de overdosis. Maar het was wel heel gênant als je naar de politie moet gaan en dat moet zeggen. Dus ik kan me voorstellen hoe de witte familie zich voelde op dat moment. Surinamers kunnen heel intimiderend zijn op feestjes. Ja, het was een te gek feest. Het mooie was ook, want wij zaten te wachten van tevoren tot het begon. En uiteraard begon de show wat later dan gepland. Ja. En toen kwam die vrouw op een gegeven moment naar ons toe. Die zei, ja, de familie van Henk, weet ik wat. Ja, die zijn al naar huis, want ja, het werd te laat. En die moesten nog een heel eind rijden. Ze kwamen op een gegeven moment ook op. Ik zei, de familie van Henk, die moesten anderhalf uur, want ze moesten lang rijden. Ik zei, het is 13 uur vliegende Parimaribo. Wie heeft nou de langste rijden? Het was een te gekke show. Maar wel ook, ik moest dus uitleggen, wat je zei over, er is altijd eten bij. Ik moest dus uitleggen dat ik heel graag wilde eten, want het zag er te gek uit. Ja. Maar pas na de show. Ja, maar dat begrijpen ze dan ook niet, want je moet direct eten als je binnenkomt. Precies, dat was een hele lastige om uit te leggen. Ik wil dit heel graag opeten, alles wat er staat. Het is bijna beledigend. Het is bijna beledigend als je dat je niet direct eet, ja. Ja, dat is waar. Heb je ook wel huiskamershows gedaan voor Nederlandse gezinnen of niet? Nee, dat geluk heb ik nooit gehad. Misschien moet dat een nieuwe carrière worden, dadelijk. Ja. Ik zou het lekker bij de consultancy houden. Bij de consultancy. was het erg? Ik heb hele leuke gedaan, maar ook hele verschrikkelijke. Ja. Maar daar was waar ik ook wel benieuwd naar was. Want zeker als je zegt, weet je, ik ben uit Suriname gehaald en ik ben hier...
huiskamer optreden is of ik speelde voor Surinaams publiek. En je gaat dan opeens voor Nederlands publiek spelen. Dat contrast is volgens mij best wel groot. Want ja. überhaupt ander publiek dan Nederlands is over het algemeen een stuk uitbundiger in hun reactie. En dan sta je voor een Nederlandse zaal die het misschien heel erg leuk vinden, maar die dat niet per se laten merken. Ja, nou, ik ben in Amsterdam begonnen ooit en in Rotterdam toen ik begon te toeren. Dus daar was er nog een gedeelte Surinaams, altijd 50-50. Maar op een gegeven moment toen ik bekender begon te worden, ging je dan ook dan... Ja, dan kom je ook in Maassluis en in Breda en in Sittard en noem maar op. Plekken waar ik ja, eigenlijk alleen maar die ik alleen nog kende van de topografie vroeger op school. Die ik in Suriname ook moest leren. De hoofdsteden van alle provincies. Maar... Het was wel even wennen, want de lach werd minder uitbundig. Dus ik dacht dat ik minder leuk was in het begin. Dat went wel. Ik weet nog één keer, ik moest naar België om te spelen. En mensen hebben gezegd, in België lachen ze helemaal niet. Hou daar rekening mee, want dan storen ze de artiest. Dus in België ga je geen lach krijgen. Wees daarop voorbereid. Dus ik ging echt naar België. Ik denk, jezus man, het wordt een soort van monoloog, weet je, tijdens zijn uitvaartdienst. Maar ik ga het proberen. En echt mijn eerste grap en die hele zaal lag dubbel. Ik denk, what the fuck? Dus ik kijk aan die man, ik zeg, ik dacht dat jullie niet lachten hier in België. Zei, ja, die Nederlanders weten nog veel meer niet van ons. Dus ga maar lekker door. Dus ja, het is, ik vond het wel altijd moeilijk om in Brabant te spelen, moet ik zeggen. Ja? Ik heb zoiets, ik speelde liever in Friesland dan in Brabant. Want in Friesland waren ze gewoon blij dat er iemand de moeite had genomen om naar Friesland te komen, weet je. En je had toch een klik totdat we de Pieter-demonstraties in Friesland kregen, waren Surinamers heel sympathiek. In Friesland waren een soort van bond, weet je, allebei allochtoon gezien in Nederland. Wilden allebei vrijkomen van Nederland. Nou, dat hebben ze behoorlijk gefukt met Kick-Out Zwarte Piet. Want nu heb ik ook te maken met, met van die weigerfriezen die me dan, of terugstuurfriezen. Blokkeervriezen. Dat heb ik nu ook. Maar dat is altijd gewoon heel leuk. En in Brabant hadden ze toch zoiets, dat ik zie, zeker als je rond de carnavalsteden speelde, weet je, dat ze echt zo naar je keken van, oké, kom ons maar lekker entertainen, jongen. Doe maar lekker grappig. Hou er rekening mee. Wij zijn Brabo's, dus van nature al grappig. Dat gevoel had ik vaak. Ik heb echt heerlijke shows gedraaid, hoor. Het is niet... Maar het was altijd even moeilijk op beginnen daar in Brabant, had ik het gevoel. Maar ik vind het sowieso grappig hoe verschillende comedians dat ervaren. Ja. Verschillen in provincies, ja of nee. Want ik heb dus juist ook gehad, inderdaad, met Friesland en Groningen. Waar je dan vooraf misschien van denkt, nou, dat zal heel erg stug zijn. Ja. En dat het juist ontzettend leuke shows Precies. zijn. Of Brabant, dat het de naam heeft van... Nou, dat hoor ik gezellig, jongen, in Brabant. En dat je denkt, nou, zo gezellig was het niet. Ja. Maar daar ook natuurlijk weer de hele Het is heel moeilijk. Je moet ook het geluk hebben dat je het juiste publiek treft op de juiste avond. Het is, weet je, het is... Maar ik heb ook wel eens shows in Amsterdam gezien van collega's waarvan ik dacht van, jezus, ben ik de enige die dit leuk vindt? Weet je, dat mensen dan gewoon echt heel chagrijnig kunnen doen gewoon. Dus je hoeft maar twee in de zaal te hebben, mis vrouw al gesteld is. En weet je, en het lijkt een soort van viruswaanzin te worden in die zaal, waar iedereen zijn vrouw ongesteld is plotseling. En niemand zin heeft om mee te lachen. Dus je moet gewoon, ja, ik weet niet hoor. Ik heb bij één ding altijd, wat ik mezelf heb voorgenomen, ik had het in het begin heel erg, of tenminste, wat ik mezelf heb aangeleerd. In het begin had ik het altijd, dat ik altijd van me apropos raakte van die twee mensen in de zaal die niet meelachten. Ken je dat? Dat je voor 500 man speelt, echt 498 gaan uit in plaat. Soms zelfs 499, maar dan heb je die ene lullenbrei 3. En die zit je aan te kijken alsof je wil zeggen, wacht maar tot na de show. Weet je, dan leg ik je om met mijn Uzi die ik in de auto heb bewaard. En dat was altijd degene op wie ik dan ging spelen. Heel raar, maar dat was degene die me helemaal van me... Op die ging ik spelen en ik heb mezelf echt moeten aanleren van... Verwaarloos die gewoon, speel op die 499. Ja. Weet je, die koopt dan geen kaartje meer, maar die andere kopen nog wel een keer een kaartje. Dus concentreer je op hun gewoon. Ja. En ik heb het echt een keer meegemaakt dat ik na de show een vrouw naar me toe kwam. Die zei, meneer Rijmer, het was zo leuk, ik heb zo enorm genoten. Ik zeg, ja, maar uw man vond het tien keer niets. Want hij was die lul die naast haar zat op rij 3. En hij keek me aan, nee, ik vond het echt fantastisch. Ik heb je tijden zo genoten. Ik zeg, dan zeg het ook aan je fucking gezicht de volgende keer, want je mij gewoon anderhalf uur onzeker laten zijn op het podium. Dus het is, je kan er echt geen touw aan vastgroven soms. Nee. Heb je een idee waarom dat is of waarom dat bij jou is, dat je dan toch zo
Want heel veel collega's doen dit, dat je toch op die ene gaat focussen en het niet uitmaakt dat er 499 helemaal uit een plaat gaat. Ja, Wouter, ik denk dat wij toch extreem narcistisch en narcistische egofielen zijn als stand-up comedians. Want we willen door iedereen grappig gevonden worden. En als je dan die enige hebt ertussen die ons niet grappig vindt, dan stoort het dat gewoon. Spoor jij niet. Er is iets niet goed met jou als jij niet lacht door mij. Want kijk, iedereen vindt me leuk, dus wat is er met jou aan de hand? En dat gaat dan afleiden. Het is net als wanneer je recensies krijgt. Je kan 20 goede recensies krijgen. Je neemt het voor lief, maar er hoeft maar één regel ertussen te zijn die negatief is. En dat is hetgeen wat in je hoofd blijft dolen de hele dag. Dus het is, het is het gevoel van miskenning, denk ik, dat je dan krijgt wat heel erg speelt. En zeker als je performing artist bent, wil je juist die erkenning hebben. Dus ik denk dat het daarin zit. Ja, en je zei, ik heb het afgeleerd om daarop te letten. Hoe leer je dit jezelf af? Step voor step gewoon door veel podiumuren te maken en op een gegeven moment gewoon niet meer op die persoon te letten en gewoon als je opgaat ook in jezelf te zeggen van oké, we gaan voor de mensen spelen die het leuk hebben, hou daar rekening mee. En dat je dan ook steeds meer uitkomt naar de mensen die, en dan zie je ook dat je hele andere energie krijgt als je speelt. Want als je speelt en je speelt op 2 of 3 mensen in de zaal, en dat herken je toch, dat je soms op 1 of 2, 3 mensen speelt in de zaal. Je kan nooit voor iedereen spelen, het lijkt wel zo, maar ik heb altijd 2 of 3 ogen op waar ik me concentreer. En als die mensen er echt lachen bekken en je ziet dat ze echt plezier hebben, ja fuck de rest, dan heb je zelf ook heel veel plezier erin, weet je. Dan denk je, okay, jullie hebben je geld eruit gehaald, zo fuck de rest. Weet je? Zo ben ik erin gegaan. En ja, daardoor heb ik veel meer genoten van de laatste, van de laatste jaren van mijn carrière. Ja, en je had het over recensies. En zeker weet je dat er één zin in zit. Zijn er nog zinnen die nog af en toe gewoon door je hoofd schieten dat je denkt, damn, dat was een nare zin die ze over me geschreven hebben. Ja, eentje keer in het Parool was het voor mij zo. Die begon ook de headline, oom doet leuk. Dat was gewoon de dingen, weet je. Oom doet leuk. Dat is... Toen dacht ik van, damn, denk ik. En toen dacht ik, nee, je hebt waarschijnlijk gewoon geen leuke oom. Zoals dat jouw oom is die leuk doet, heb jij gewoon geen leuke oom. Je hebt gewoon een kutfamilie. Waarschijnlijk ben je gewoon geadopteerd. En dat je moeder als een kerkrat onder de kerk heeft gelaten. Weet je, voor de fucking paters die je eerst hard aan naal hebben genukt. De eerste 10 jaar van je leven. Voordat je eigenlijk recessist mocht worden bij het Parool. Dus arm kind, laat maar zitten. Ik was niet boos of zo, hoor. Ik was... Jeetje, maar ik heb recensisten ook nooit begrepen. Ik heb zoiets van, weet je, het zijn meestal van die mislukte bordenfokkers die zelfs de toneelacademie net niet hebben gered. Weet je, en die komen dan iets waar je echt maanden voor hebt gewerkt, hebt gezweet. Weet je, de hele zaal ligt in de deuk. Iedereen vindt het leuk. En dan heb je 1 zuurpruim ertussen en die vindt er dan niets. En die gaan daar even in de pen schieten om jou terecht te wijzen. Dus ik heb zoiets van, alle recensisten in Nederland, ik ben blij dat ik geen shows meer maak. Fuck jullie en je moeder. Want echt, jullie hebben echt geen ene fucking reden om mensen, als je geen koude leuke dingen kan zeggen, hou gewoon je bek, blijf thuis, weet je, of steek die pen in je reet of in je hals, slagader, dan doe je ons allemaal een genoegen ermee. Nou, die is eruit. Ja. Sorry. En daar ging het beeld van Jurgen Rijman, de vriendelijke televisie. De gedachte was direct verloren, ja. Ja, weet je, ik hoef ook niets meer te bewijzen, Wouter. Dat is het leuke. Ik heb niets meer te bewijzen. Dus ze kunnen allemaal de vliegende vinkentering krijgen van mij. Al die negatieve recensisten die toen iets hebben gezegd. En alle leuke recensisten wil ik ook wat zeggen. Goed zo, jongens. Blijf dat vooral volhouden. Als je iets leuks te vertellen hebt, schrijf het goed. Want die jongens hebben het allemaal hard nodig. Mij hoef je niet meer te recenseren. Maar ik vind het toch... Ik vind als je naar een comedian gaat, een cabaretier die met zijn hart en ziel aan zijn programma heeft gewerkt, en je vindt het 10 keer niets, schrijf er dan niets over. Weet je, ik heb het een keer met Patrick van der Hanenberger over gehad van de Volkskrant. Toen zat hij nog bij de Volkskrant. En hij zei ook van, ja, ik probeer het ook aan. Als je niets goeds kan schrijven en je echt zo'n zwaar negatief gevoel hebt, schrijf er liever niets over. Want je doet de artiest alleen maar kwaad ermee. En uiteindelijk, ja, heeft het voor jou geen toegevoegde waarde, waar dat je te boek staat als die ene fucking zuurpruim die de comedian of de cabaretier de grond in heeft geschreven. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, at the end of the day, de helft van Nederland leest ook geen recensies, dus die komt ook naar de show omdat ze je leuk vinden. Dus, ja, precies. Dus, dan ben ik wel benieuwd, wat vond hij daarvan? Nou, Patrick heb ik over het algemeen wel hele leuke recensies van gehad, dus... Als je het nou over iemand hebt die op zich bekend staat om best wel zure recensies te maken. Ja.
Ja, nee, dus hij vond het ook heel moeilijk toen om daar op te reageren. Maar hij zei van ja, misschien moeten we juist wel proberen om een beetje positievere dingen, een beetje positievere blik vanuit de recessies te doen. Ik zei, ik zou het wel waarderen voor mijn collega's als jullie dat deden. Nee, kijk, het was in de tijd dat ik sowieso was uitverkocht overal. Maakt geen fuck uit. Weet je. Ik heb een periode gehad van ik hoef nog geen woord op papier te zetten en mijn show was al uitverkocht. Dus ik denk van jij met je recensie, dikke lul. Maar ik heb het ook meegemaakt met collega's dat ik dan in de show ben geweest. En dan denk ik achteraf als ik de recensie lees, come on man. Hebben we dezelfde show gezien? Ja, precies. Of heb je gewoon de pest aan die jongen? Hoi, Wouter hier. Fijn dat je Elektra luistert hier op YouTube. Door te liken, te reageren en te abonneren help je Elektra groeien op YouTube. En dat betekent ook dat ik een paar euro verdien. En dat is best lekker, aangezien ik er best veel tijd en werk in steek. Wil je Elektra luisteren zonder reclame en zonder dit soort onderbrekingen? Word dan betalend lid van dit kanaal. Dat is iets anders dan abonneren. Alle video's die sinds 2022 uitkomen, kijk je dan zonder onderbreking. Wil je dat, klik dan even op lid worden, hieronder. Wil je Elektra ondersteunen met een eenmalige donatie? Ga dan naar elektrapodcast.nl. Oké, snel weer terug naar Jurgen. Je zei, ja, ik heb die recensies niet meer nodig. Ik hoef toch geen shows meer te verkopen. Dus fuck dat. Maakt je dat bij de shows die je nu nog wel doet, dat gevoel je ook vrijer in het spelen dan misschien eerder, of niet? Nee, want ik heb uiteindelijk nooit voor recensisten gespeeld. Ik bedoel, dat heb ik mezelf wel heel gewoon aangeleerd. Ik bedoel, je leest het toch omdat je weet wat mensen van je denken. Maar ik heb het nooit leidend laten zijn in wat ik doe. Het kan je wel heel erg zeg maar steken als je negatieve krijgt. Maar ik ben altijd stug door. Ik heb nooit de show aangepast vanwege recensie of zo. Weet je, dat ik denk van, oh, dat vond hij minder goed. Dus dat heb ik zoiets van nee. Ja. Nee, ik bedoel ook überhaupt gewoon in hoe vrij je bent op een ja, podium. Nee, sowieso. Maar dat heb ik de laatste tijd sowieso. Weet je, ik heb de laatste optredens die we deden ook. Ik heb nu sowieso een soort vrijheid ook dat ik denk van ja, ik bedoel. Dat inderdaad. Want als ik vergelijk, de show die wij van de week ook samen deden. Als ik vergelijk hoe je daar speelt in vergelijking met de shows die we 5 jaar geleden deden op de Pier in Scheveningen. Ja. Dat is, heb je nu volgens mij veel vrijere toon en veel uitgesprokener. Nee, dat is waar. Maar de Pier op Scheveningen, dat was ook natuurlijk, het was een probeersel. Dus het was ook, mensen, het was een tasty comedy, weet je. We hadden sowieso een lul die daar manager was. Dus dat maakt het ook niet fijner om daar elke week te zijn. Maar ik had daar gewoon één ding van, ik doe één vast riedeltje gewoon, weet je. En je weet wat, dit zijn drie dingen die werken. Ik had daar helemaal geen ding om te try-outen of dingen uit, maar materiaal uit te proberen. Dus ik had gewoon 5 of 6 stukken waarvan ik wist dat ik werkte. En die rouleerde ik gewoon per avond. Nee, dus het was eigenlijk heel plastisch wat ik deed. Van gewoon de grappen uitvoeren en kijken wat er gebeurde. Dat was ook de plek. Ja, dat is de plek ervoor. Geen plek om iets nieuws te doen om iets te doen wat misschien iets gewaagder was. Want voor mensen die het niet kenden, het was Inscheveningen op de Pier, op de bovenste verdieping. Wij speelden op een klein rond podium in het midden. En daar zat op de uitverkochte avonden 300 tot 320 man volgens mij. Ja, die allemaal hun kaartje op vakantieveilingen hadden gekocht. Of via vakantieveilingen of daar via een bedrijf zaten. Ja. Want op zich, ik heb er ook hele leuke avonden gehad. Ik heb er echt leuke avonden gehad, absoluut. Ik heb echt genoten ervan. Ik ga daar niet lullig over. Ik ga niet zuur gaan doen. Omdat die manager een lul was. Ik heb echt hele leuke avonden daar gehad. Echt ook heel leuk publiek. Oprecht publiek. Het echt kwam genieten. En enig was op een gegeven moment. Dan zit je daar en dan denk je van ja, ik kan wel steeds nieuw materiaal bedenken. Maar er zijn steeds andere mensen die komen zitten. Ik bedoel, dus waarom zou ik daar moeilijk over moeten doen? Precies. En ook, want als tegenhanger van de hele leuke shows die we hebben gehad, we hebben er ook heftige shows gedaan. Zeker in deze periode waar we nu zitten, zo december. Ja. Vanaf november begon dat, dan kwamen er bedrijfsfeesten. En dan zitten gewoon 300 man om je heen. Te lallen. De lallen. Ja. Want die zijn gekomen voor gewoon een avond gratis eten en drinken op kosten van de baas. En die
vind het alleen maar irritant dat jij de 20 minuten doorheen. Er zit een lullen, ja, precies. Oh, maar daar, ik vind juist dat soort avonden, weet je, dan ben ik ook altijd, dan kan ik lekker hard worden en dan scheld ik iedereen echt voor zijn. Ik heb andere één of twee ertussen die ik dan aanpak. En ik heb verder zoiets van, ja, weet je, fuck it, weet je. Je moet echt manieren gaan leren. Ik begrijp het ook niet. Op een gegeven moment heb ik meer medelijden met het gaaiers. Dat ik denk van, als je avondje uitgaat en je gaat comedy kijken, weet je, hou gewoon je bek en luister even die 20 minuten. Maar als je niet bent opgevoed door je moer, weet je, omdat je ergens eruit bent geperst in een fucking stal op 3 hoog achter, is het ook niet mijn schuld. Dus ja, weet je, go ahead. Wees maar die fucking inbred motherfucking trailer trash asshole die naar mijn show is gekomen. Weet je, I'm getting paid, motherfucker. Dat is het uiteindelijk toch. Ja, maar ik was niet boos op ze of zo. Begrijp me niet verkeerd. Er zit helemaal geen woede achter. Nee, we hebben echt. Maar dat is het leuke ook. Ook daar, weet je, zet je soms. En dan zag je wat ik leuk vind. Dan komen van die mensen binnen. Dan zag je ook van het publiek dat. Oké, we willen een keer comedy zien. Dat vinden we leuk, weet je. Ja. Maar waren nooit verder gekomen dan de dorpsgek die een mop vertelde, weet je. Gewoon op het dorpsplein. En dan deed je een bepaalde grap. En dan zag je gewoon die bloedspatten op de muur. En mensen echt je aankeken van. Die compleet geen idee hadden, weet je. Je zag ze ook naar het eten kijken van. Ja, maar wat is dit nou? Er zitten geen spruitjes tussen, mams. Moet u dit eten dan? Weet je, dat had je ook ertussen zitten van die mensen. Waarvan gewoon de intelligentie echt eraf droop. Dat het echt eruit was gedropen. Dat je dat gewoon zag, weet je. Aan hun gezicht van. Nee, die zijn gewoon niet slim. Daar kon ik dan wel weer van genieten. Dus. Ja, dat geeft mij toch een bepaalde kick als ik mensen zie. Weet je, dat je gewoon ziet van, ja, yeah, dit is so much wasted money on you, weet je. Dit is echt, ja, dat je denkt van, okay, weet je, so be it. Ik kom je nooit meer tegen. Waarschijnlijk als ik je de volgende keer zie, denk je, je hebt een bekend gezicht, was je postbode vroeger. Als je me ziet, weet je, dus ja, waarom zou ik moeite moeten doen om nog verder te gaan? Het is, ja. Wat ik leuk, trouwens, leuk, ja, twee Amerikaanse comedians ook hadden we die we daar hadden, die wel eens optraden dingen. Maar die deden ook precies dezelfde set elke keer als ze optraden. Dat is echt geen verschil in. Nee. Nou ja, en dat was voor mij was jij de enige die steeds probeerde om andere materiaal uit te brengen. Van Wouter, waarom werk je zo hard, jongen? Laat het gaan. Nou ja, ook voor mezelf, ja. Moet ik zeggen. Om het wel gewoon leuk te houden. En omdat ik ook voor mezelf gewoon een nieuwe show aan het maken was. En wil je nieuwe dingen ontwikkelen. Of dan ook wel dus het commentaar kreeg van, hé, maar je mag ook wel. Ik heb het daar serieus een keer gehad. Echt 3 minuten voordat ik op moest. Dat de manager in kwestie naar mij toe kwam en zei, ja, maar en ook op vrij dwingende toon, ja, je mag ook wel eens andere dingen proberen of je mag ook wel nieuwe dingen doen. Ja, hij heeft het mij ook een keer gezegd. Ik zeg, weet je, wat ga jij dan lekker doen? Want ik weet wat ik doe, ik weet wat werkt. En ik bedoel, deze mensen die hier zitten hebben mij nog nooit gezien. Als jij me elke avond moet zien, dat is jouw fucking probleem. Ik vreet ook elke avond hetzelfde kut eten wat je laat maken door die obers en dan hoor je hem ook niet over klagen. Dus toch? Nee, precies dat. Je doet elke avond andere mensen en het was geen makkelijke zaal om voor te spelen. Nee. Ik weet dat deze set werkt. Ja. Ik doe in principe deze set. Dan ga je er naartoe toch? Ja. Even wat nieuwe dingen tussen te steken. Ik bedoel, het was geen Toemlers of zo. Of Comedy Café, weet je. Waar je echt dan echt comedy binnen het publiek kreeg. Je kreeg gewoon vreters daar die voor weinig geld wilden vreten. En een beetje wilden lachen erbij. Dat was het gewoon. Ik bedoel, het was niet echt diehard comedy publiek wat we daar kregen. Over het algemeen. Alles behalve. Ja, precies. Nee, maar het was ja, god, ik het eten, jongen. Het was echt, op een gegeven moment, het begin was het echt lekker, weet je. Ik had ramen nog eens echt lekker, maar ramen zei, ik heb alleen maar de recepten gegeven. En toen moesten ze het op een gegeven moment zelf maken. En daar ging het fout, dus. Ramon Beuk was dat. Ja, Ramon Beuk. Met heel lekker eten, inderdaad. Met heel lekker eten, maar het eten hebben ze heel snel vernacheld. Omdat het van management niet zo duur moest zijn, waarschijnlijk. Dus. Nou ja, we gaan er niets meer over zeggen. Het was een leuke tijd samen. Laten we daarop houden. Het was een mooie tijd. We hebben het leuk gehad. Absoluut. Ja. De badkamer van betaald. Juist. Ja, ik heb de laatste betalingen van mijn Porsche kunnen doen. Dus het was wel handig. En wat, hoe, dat vroeg me wel af, hoe was dat? Want je hebt 7 jaar lang volgens mij Rijnman is Laat gepresenteerd. Ietsje langer. Langer zelfs nog? 15 jaar. Hoe lang zijn? 15 jaar. 15? Van 2001 tot en met 2015. Oh, wauw. Want dat was natuurlijk toen het liep gewoon het programma voor stand-up comedy op Nederlandse tv. Maar hoe was dat in die eerste seizoenen?
Hoe was publiek toen? Want toen was comedy ook nog niet zo bekend. Nou, we hebben natuurlijk eerst dingen gedaan. De Comedy Factory heb ik eerst gedaan. Dus mij was al bekend dat ik Comedy Factory deed en dat ik de stand-up comedy deed. Ik zei Rijnman is later, ik bedoel de Comedy Factory. Sorry. De Comedy Factory, dat was een stand-up programma, dat hebben we, even kijken, 6 seizoenen gedaan. En toen de laatste 3 seizoenen deed ik Rijnman is later naast. Dus dat ging eigenlijk vanzelfsprekend over. En Rijnman is later was meer een soort magazine, een late night show. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat de Comedy Factory wel de basis heeft gelegd voor alles. Want dat ik bij de Comedy Factory als een soort van... ik heb een keer gelachen. We deden een quiz ergens en men vroeg toen op tv was het van... wie was de grondlegger van de stand-up comedy in Nederland? En toen stonden Raoul Heertje en ik stonden onder elkaar in de alternatieven. En ik werd genoemd steeds. En ik moest zeggen, nee, het was Raoul, geloof me. Hij is begonnen te... Maar door de Comedy Factory dachten mensen dus dat ik stand-up comedy had geïntroduceerd in Nederland. Dus ja, dat heeft me zeker geen wind eieren gelegd. Het is... Dat ging meteen wel goed. En het leuke was, ik kwam hier dus een toertje doen, weet je, voor de buurthuizen en maar op, toen ik werd gevraagd voor de Comedy Factory. En ze zeiden, ja, we willen een programma gemaakt, want multicultureel moesten doen wat zijn erin. We moesten meer multiculti op tv hebben. En die mensen waarvoor ik werkte, die hadden echt gebeld naar Raoul Heertje met de vraag, heb je nog een leuke neger in de aanbieding? Had ze gezegd, go fuck yourself. Maar ja, toen kwamen ze mij tegen en ze zeiden, we hebben iedereen gevraagd, maar we zoeken gewoon iemand authentiek. Nee, achteraf dacht ik, oké, weet je, vraag me maar omdat ik geel, groen, zwart ben. Want de meeste van de jongens zeiden, vraag me niet omdat ik zwart ben, maar vraag me gewoon omdat ik goed ben. En toen zeiden ze maar, we hebben een leuk concept, weet je, de werktitel is de Cotton Club. Ik zeg, nigga, what? Serieus? De Cotton Club was de werktitel van de NPS toen, dat later de NTR was. De werktitel was de Cotton Club. I'm not fucking you. Dus heb ik zo gezegd van, het eerste wat we gaan veranderen is de titel. Weet je? De werktitel. En toen kwam we dus met het comedyprogramma. Want ik was gek. Ik was echt groot fan van Def Comedy Jam. Ja. En toen zei ik, nou, dat is zo'n soort programma wil ik maken. En toen zijn we met de Comedy Factory begonnen. Maar de werktitel was echt gewoon de Cotton Club. Ik zeg, je hebt geen fucking idee. Maar de Cotton Club was volgens mij. Weet je, maar ze vonden het ook helemaal niet erg hoor. Het is toch grappig? Ja, toch leuk het idee. Ja, lekker negers die komen optreden. En ik zeg, dan mag ik ook alleen maar via de artiesteningang naar binnen. En niet via de voordeur. Nee, natuurlijk niet. Het is Nederland, man. Ik zeg, fuck you met je fucking Cotton Club. We gaan gewoon een Comedy Factory of iets anders maken ervan. Echt te bizar voor woorden. Ja, en want... Daar wilde ik net heen, want jullie begonnen toen. Ja. Hoe reageerde het publiek die eerste seizoenen in de zaal? Oh, dat ging waanzinnig goed. We hadden echt met... Hey, Boter, ik heb van die 14... Ik heb 15 jaar lang televisie gemaakt. Echt onafgebroken. 16 jaar, sorry, want ik heb nog 2 jaar Comedy Factory voordat ik die 14 jaar of die 15 jaar dingen heb gehad en die overlapping. We hebben elk seizoen gewoon kaarten verkocht. Hè? Dus het publiek kwam niet gratis zitten daar, zoals je dat hebt bij alle shows in Amsterdam en Hilversum. Men kocht echt kaarten om te komen. Dus het was, en we waren elke fucking week uitverkocht. Het was echt. En de mensen kwamen echt om te lachen. Dus we hadden qua publiek was het echt waanzinnig. We waren ook in Hilversum. Dat mensen Hilversum was belden. Ja, hoe kom je in het publiek? Kunnen jullie niet ons helpen een publiek te vergaren voor ons? Ik zeg van nee, dan moet je naar Rotterdam komen. Op een gegeven moment zijn de lama's in hun derde of vierde seizoen. Zijn de lama's zijn naar Rotterdam gekomen. Hetzelfde studio als mij, waar Rijnman is laat werd gemaakt, zijn ze gekomen. En ze konden het publiek gewoon niet krijgen, wat ik had. Ze hadden gewoon echt van die witte tuthutjes die studeerden Rotterdam. Oh, leuk, we gaan het hele backland kijken. Nou, die zijn niet grappig om voor te spelen. Dus... Tijl is wel grappig, maar die meisjes naar hem keken niet. En wij hebben dus echt, hebben echt heel veel geluk gehad. Dat we hebben altijd mensen gehad die echt kwamen voor de show gewoon, die echt enthousiast waren. Dus ja, ik deed ook altijd, tenminste in het begin hadden we Jeffrey Spalburg die de warming-up deed. We hebben nog een paar andere warming-uppers gehad, maar op een gegeven moment deed ik de warming-up zelf gewoon. Ik was even 10 minuten met de mensen praten en dan begonnen we met de show. Ja. Heerlijk, het was echt, Nee, waar dat gaat voel ik me heel gezegend dat ik dit zo heb mogen doen. Want het was echt, ik heb echt de dag te goed dat ik een kutpubliek heb gehad voor de televisieopname. Oké. Ja, dat is echt, de televisieopnames waren echt, elke keer weer waren ze gewoon raak. Nou, wat goed. Maar inderdaad, dan heb je heel erg geluk gehad. En nou ja, ook gewoon een te gek programma. Ja, nee, maar ik heb ook wel bij programma's gezeten in Amsterdam. Die werden opgenomen dan in bepaalde studio's.
dat ik ook dacht van shit, weet je, dat je ook gewoon zag dat studenten een bonnetje kregen als ze binnenkwamen, zodat ze gratis konden eten. Alleen maar omdat je echt voor een maaltijd publiek had, weet je, dat dacht ik van damn, weet je, dit is leger, dat is hels publiek. Zeg Henk, laat die vuilnisbak met rust. Je hebt al eten gehad. Even naar de show kijken. Dan mag je zo weer de vuilnisbak in. Dat idee had ik een beetje. Dat je mensen moest betalen om naar je te komen kijken. Dat had ik nooit meegemaakt. Ja, maar dat is wat er gebeurt. Er zijn gewoon bureaus die inderdaad... Die publiek boeken, daar kwam ik dus veel later achter dat het zo gebeurde. Ik had er echt geen idee van. Dus daar voel ik me heel gezegend in dat ik dat nooit heb gehad. Ik kan me herinneren, ik heb 1 keer de opwarming gedaan voor een pilot... En ik weet niet of jij daar in het panel zat of dat je de host daarvan was. En ik probeer me nu te herinneren wat het was. Het was in ieder geval in Hilversum, dat weet ik wel. Ja, wacht even, dat was een programma van... Was het niet het programma van Sander Wallis? Nee, dat heb ik ook gedaan, maar dit was een andere. Dit is echt eenmalig een pilot geweest. En ik weet dat ik de opwarming deed en dat ik gewoon wat interactie wilde met iemand uit het publiek. En dat bleek uiteraard net weer precies jouw vrouw te zijn, volgens mij. Dus dat werd nog... Oh nee, dat was het niet, want mijn vrouw zit nooit in het publiek bij mijn opnames. Dus dan was het Roewe waarschijnlijk, die andere Surinamer. We lijken heel erg op elkaar. Ja, ik kan jullie uit elkaar houden. Ik heb een kleurkaartje, daar kun je het naast doen. Oh nee, dit is Roewe, ja precies. Nee, ik kan me niet meer herinneren. Maar het zo, ja, want als je mijn vrouw eruit hebt gehaald voor een show, dan heb je echt wel... Dan heb je echt wel pech gehad, ja. Want die is... Nee. Oké, dat zal iets anders zijn geweest. Het zou zo kunnen. Ik weet dat ik je toen bij Sanne Wallis, weet ik dat je de warming up deed. Ja. Heb je ook niet een keer iets gedaan met... hoe heet die weer? Die kale, die Belg? Ja, bij Philip Geubels heb ik ook... Philip Geubels heb je ook, opnames gedaan... Ja, ik heb verschillende dingen gedaan. Inmiddels doe ik alleen nog maar eigenlijk de Zondag met Lubach heb ik altijd gedaan. En nu de nieuwe show ga ik ook weer doen. Ah, goed zo. Maar die hebben hetzelfde uitgangspunt. Ja. Die zijn altijd uitverkocht. Het publiek heeft er zin in. Die weten precies waar het op gaat. Ja, precies. Dat is leuk. Want alle andere dingen met ingekocht publiek... Nee, maar dat is het leuke van Lubach ook. Weet je, ik bedoel, kijk, Lubach weet je gewoon wat je krijgt. En ik bedoel, hij is gewoon de hotste man op televisie nu. Dus iedereen die, ik bedoel, dat zei ik ook, daarom zei ik het net ook dat ik hem noemde. Ik bedoel, die verkopen zo goed ook, omdat ze gewoon op tv gewoon heel goed zijn. Dus dan krijg je het effect gewoon dat mensen daar willen zitten. En ik kan me wel goed voorstellen hoe dat moet zijn. Als je dat moet opwarmen, dat het echt veel prettiger is dan wanneer je moet opwarmen voor een publiek van mensen die dachten, oh, Sanne Wallis de Vries, wie is dat weer? Nou ja, we hebben gratis kaarten, laten we komen kijken wat het is. Weet je, dat je dat moet gaan opwarmen, dan word je niet blij van, nee. Nee, en dan waren die, daar zaten ook pittige tussen, maar dan was dat in ieder geval nog een leuke show. Ja, want de show die ik had gedaan, vond ik heel leuk publiek ook. Dus, ja. Zijn er shows waar jij, nu je niet meer heel veel speelt, af en toe aan terugdenkt en denkt, oh, wat lekker dat ik dat soort shows niet meer hoef te doen of niet meer naar die plek hoef of niet meer naar dat theater? Nou, sowieso dat ik niet meer van theater naar theater hoef te banjeren, vind ik al heel fijn, weet je. Op een gegeven moment, ik heb het vanaf 2000, vanaf 1999 tot 2018, 19 heb ik gewoon elk jaar getoerd. En dan praat ik dus echt over volledige tours voorjaar en najaar. Dus ik heb nooit rust genomen. Nee, 1 keertje heb ik rust genomen. In 2017 volgens mij heb ik een jaar niet gespeeld of zo. Of een half jaar niet gespeeld. Dus op een gegeven moment heb je het echt gehad. Weet je, als je 60.000 kilometer per jaar rijdt... gewoon alleen maar om naar al die kleine pockettheaters te rijden. En ik bedoel, dat zijn mensen... Het is leuk, want mensen enthousiast. Je ziet echt mensen heel blij dat je er naartoe komt. Weet je, wordt goed ontvangen. Soms ook niet. Weet je, soms kom je ergens en denk je... What the fuck am I doing here? Weet je, en heb je iemand die komt... Ja, de directeur is er vandaag niet. Dus ik mag even overnemen. Ik zeg, wat doe jij daar hier? Nou, ik doe de tuin meestal voor het... Ik ben de hovenier, maar ze hebben mij maar gestuurd om je te ontvangen. Op zich logisch dat ze de tuinier sturen voor iemand die bijna de Cotton Club op tv... Op tv, precies. We hebben toch wat gemeen. Jij plukt de katoen, ik plant katoen. Ja, weet je, dus dat mis ik niet. En
ik had ook mezelf voorgenomen dat ik eigenlijk tot mijn 55ste op het podium wilde staan. Ik ben een jaar eerder gestopt door de COVID, op mijn 54ste. Omdat ik, ja, ik wilde niet tot in lengte der dagen gewoon de toeren blijven doen. En misschien dat ik op mijn 60ste, weet je, over 5, dat ik plotseling een ding krijg van oké, ik wil, want ik heb nog altijd wel één show willen maken. En dat is het vervolg op Even Slikken, mijn allereerste show. Mm-hmm. Maar misschien doe ik dat dan voor mijn 60ste verjaardag, dat ik dan, weet je, Amsterdam een theater huur en dat ik dan gewoon 12 avonden gewoon die show doe. En dan ben ik klaar, maar dan ga ik niet meer het hele land doorreizen. Daar heb ik echt geen zin meer in. Ja. Ik hou niet van autorijden. Ik verafschuw het autorijden. En ik heb geen slechte auto, maar toch. Ik denk dat heel veel mensen ook onderschatten hoeveel... Ja. hoeveel de gemiddelde cabaretier zit meer in de auto dan dat u wilt. Ja, precies. Ja. Ik had een betere relatie met mijn radio dan met mijn vrouw op een gegeven moment. Ja, die radio die luilde naar me, weet je. En die zei precies wat ik wilde. Ik hoef maar een knopje te draaien. En die radio zei wat ik wilde zeggen. Die radio weet je ook perfect aan welke knoppen je moet draaien. Ja, thuis is me dat nooit gelukt. Na 34 jaar nog steeds niet. Ik kreeg het maar niet uit. Dus, heb jij ook shows gedaan in het buitenland voor van die expat clubs? Nee, heel weinig. Nee. Ik ben iemand, ze hebben me vaak gevraagd van kom je naar de kom gezellig. Ik heb één keer in Londen eentje gedaan voor de Nederlandse vereniging daar, maar die hebben gewoon vet betaald. Maar waar ik de pest naar die expats club, die zeggen altijd, ja kom gezellig, we betalen je vakantie, je ticket en je verblijf en dan is het leuk. En dan weet je, dan heb je tenminste een paar dagen leuk dat je nou hier in Indonesië zit. Dus dan denk ik, go fuck yourself, weet je. Ik ga niet een week lang uit huis om 2 avonden te spelen vanop. Omdat jij maar, als ik vakantie wil, betaal ik het zelf wel. Dus dat heb ik niet zo vaak gedaan. Ik heb getoerd op Curaçao, Aruba, Bonaire heb ik gespeeld, Suriname, CT Stages heb ik zelf gespeeld. Maar ik had zoiets van, nee, je moet mij niet vragen om naar al die Arabische landen te komen voor een ticket. En dat ik dan blij moet zijn dat ik even in het vliegtuig heb gezeten om voor een paar overgewaardeerde Nederlanders in het buiten te spelen. Go fuck yourself with a dick. Nee, dat doen we niet. Nee, sorry, echt niet. Zelfs als Wies de Mol, weet je, hebben we hem ook 4 jaar, 5 jaar achter elkaar gevraagd. Kom je meedoen met Wies de Mol? Ik zeg, wat betaalt dit? Ja, nee, het is gewoon goed voor je naam dat je meedoet. En dat wil iedereen graag. Dan hoor je tot de selecte groep die Wies de Mol heeft gedaan. Ik zeg, weet je wat, zoek jij die mol in je eigen reet even. Maar ik ga echt niet vier weken uit mijn huis voor nop. Om voor jullie, ik bedoel, ik zeg, weet je, als je me kan laten zien dat de cameraman, de regisseur, jij, iedereen die me heeft gebeld nu, het echt voor nop doet ook. Dat we het allemaal helemaal gratis doen voor Nederland 1. Omdat we Nederland zo goed hard toedragen. We gunnen Nederland dat programma met z'n allen. I'm your man. Maar zodra er één persoon op de set maar 1 cent verdient, wil ik betaald worden. Nou, dat was de issue. Dus het ging er niet door. Terecht punt. Ja. Bovendien heb ik sowieso niet zo... Eén keer heb ik zo'n programma gedaan met bekende Nederlanders. De Verraders was het eerste seizoen. Want een vriendin van me deed productie. En die zei van, joh, ik doe een keertje. Ben ik hou echt niet van die programma's. Maar ik dacht, oké, laat me het doen. Nou, op een gegeven moment, de vierde dag ging ik eruit. Ja, ik was al ingepakt toen ze naar mijn hotelkamer kwam. Ik wilde echt ook naar huis. Dus ik had zoiets van, als ik vandaag niet eruit ga, dan slijk gewoon iemand op zijn bek of zo, weet je. Zodat ze me eruit moeten zetten. Maar ik had het echt helemaal gehad. Het is, weet je, bekende Nederlanders kunnen hele leuke mensen zijn. Maar 3 dagen is het max. En dan heb je het echt gehad. Ja, maar ik denk dat bijna iedereen dat heeft. Ja. Weet je, op een bepaald vlak, het zijn natuurlijk toch ook gewoon collega's. Dat bedoel ik, ja. En heel weinig mensen zullen zeggen, nou, ik ga voor mijn lol een week met mijn collega's. Collega's, ja precies, dat doe je toch ook niet als je bij de belastingen werkt? Nee, dan ga je ineens een avondje drinken met je collega's. Maar ik bedoel van, dan ga je toch ook niet als je gewoon naar kantoor bent. Weet je, we gaan even een maand met z'n allen naar Ibiza om opname te doen, een spelletje doen voor televisie. Is hartstikke leuk. Je ziet je baas ziet je al aankomen. Ik bedoel, maar je wordt er niet voor betaald. We hebben een lekkere vakantie met z'n allen, je wordt er niet voor betaald, ja. Kom op, zeg. Nee, gaan we niet doen. Dat zijn echt dingen die ze moeten afleren in de Nederland. Ze willen te veel gratis hebben. En ja, daar heb ik echt op een gegeven moment gewoon paal en perk aan gesteld. Doe ik niet meer. Ja. Is er ook een show die je gedaan hebt, of een gewone of een bedrijfsoptreden, waar je van zegt, nou, als ik het geld gewoon terug had kunnen storten en dat die show ook uit mijn geheugen was gegaan, dan zou het die zijn? Nee, omdat ik dat geld altijd heel wat goed maakte voor mijn geheugen. Dus ik heb dat geld terugstorten, nigga, no. Echt, nee. Dat heb ik bij wijze van spreken, nee. Nou, die show die ik je vertelde voor die raad van bestuur, dat is echt de show die me bij is gebleven. Ja. En ik hoopte dat ik iets had om het uit mijn geheugen te griffen, maar dat geld is het niet. Nee. Weet je, het is...
Eigenlijk is dat een van de weinige keren dat ik een show had waarvan ik dacht van zak door de stront met z'n allen. Ik heb over het algemeen altijd wel een modus gevonden om naar het einde toe de mensen mee te krijgen, weet je, of een groot gedeelte mee te krijgen. Dus ik heb ook altijd heel erg veel geïmproviseerd in mijn stand-up. Dus mijn stand-up was meestal voor 40% improvisatie. Omdat ik altijd wilde kijken waar gaat het publiek naartoe, weet je, en met de mensen bezig zijn. En ja, dan merk je toch wel, weet je, als je in een zaal zit die moeilijk meegaat en je begint twee mensen te beledigen, dan voelt de rest zich zo opgelucht dat ze beginnen te lachen. Dus then two people have to die, weet je, is collateral damage. Maar dan heb ik tenminste wel een goede avond gehad. Dus, Heb je wel eens de verkeerde beledigd? Beledig niet. Als je godverdomme die telefoon nu uitzet, kan je echt naar je huis gaan. Bleek het iemand is er met een rolstoel die piepte. En die had een soort beademingsapparaat. Maar we hebben hem allemaal een keer meegemaakt. Dus er was een guy die kwam altijd in Hotel van de Valk. Waar was het, in Hengelo of zo? Of in Roermond was het. En dan kwam die guy altijd, weet je. En ik wist het echt niet. Dus de eerste keer dat ik... En piep, wat de fuck voor geluid. Dus ik ging helemaal uit mijn plaat. En toen zei ik echt iemand zo... Sorry, ja, dat vond ik echt heel lullig. Ik heb nooit iemand gehad die... Nee. Alleen die mevrouw die een keer in dingen boos werd, ja. Omdat ik dacht dat ik de doden beledigde met de show wat ik deed. En ik heb ik heb een keer een show gedaan. Ik deed een show dat ging over een... ik speelde een accountant die manisch depressief was, omdat ik aandacht wil hebben voor... Ja, ik weet ook niet, geëngageerde cabaretier. Dus ik wilde een show maken over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, weet je. Dus ik had een accountant speelde ik die op een gegeven moment eindigt op het gebouw als Superman, omdat hij zijn kinderen niet mocht zien. Je kent dat soort figuren wel. En het ging dus over manische depressiviteit. En ik had echt mijn onderzoek gedaan. Dus ik wist echt heel veel ervan. De regisseur, zijn zusje was ook manisch depressief. Dus ik deed die show een keer in Osdorp. En een meisje stond gewoon huilend op en liep weg uit de zaal. Bleek dus ook manisch depressief te zijn. En die moeder zei, we gingen gewoon een avondje uit, gezellig, om juist alles te vergeten. En je zet gewoon je vinger in die wonden van alles wat fout is. Dus dan heb ik ook heb ik ze gevraagd om bij me te komen. Ik heb met haar gesproken met hem. Ik heb haar uitgenodigd naar de televisie om te komen. We hebben daarna nog een paar keer contact gehad. En toen heb ik ook uitgelegd waarom ik het deed. En toen begreep ze het ook. Ze zei, het kwam gewoon heel rauw binnen. Dus mijn reactie was misschien ook een beetje overtrokken. Ik begrijp je reactie heel goed. Omdat ik kan me voorstellen dat het heel zwaar is. Maar dat hebben we dus zo toen opgelost. En ik heb toen nog heel lang gewoon contact gehad met het meisje. Dus dat vond ik wel heel fijn dat het zo konden oplossen in elk geval. Ja, inderdaad. Ja, dan heb je ook de pech bij iemand die manisch depressief is. Andere avond is het waarschijnlijk geweldig. Had dit helemaal te gek gevonden. Ik zeg ook, je moet voortaan gewoon komen als je in die up bent, weet je. Dan moet je gewoon naar show, is veel leuker. Kom niet naar mijn show om je die down te halen, want dat gaat je niet meer lukken. Oh, wow. Laatste vraag. Ik kan me voorstellen, als ik het zo hoor, weet je, zeker ook omdat je televisie lekker liep. Nou ja, ja. Dan is zalen vullen ook makkelijk. Dan sta je over het algemeen ook gewoon in betere plekken waar alles goed geregeld is. Maar ja. Wat is de meest Spartaanse plek waar jij hebt gespeeld? Oh, wauw, de meest Spartaanse plek. Ik heb er verschillende gehad. Ik had laatste optreden, moest ik voor de Nederlandse Bank wat doen. Dan denk je, het Nederlandse Bank, prachtig gebouw, weet je, met 7 pasjes heb je nodig om binnen te komen. En ik zat gewoon in een soort van kleedkamer van het schoonmaakpersoneel, hadden ze me gezet. En dan moest ik me omkleden als tante S. Nou, ik zeg, maar net die jurk aanging, was tante S stronschagrijnig. Ik zeg, hoe kunnen ze me hier gezet hebben? Wat is dit van, en jij zegt, je maakt je bek ook niet open. Ik zeg, tante S, sorry, maar ja, dit is wat ze hebben. Dus, maar weet je wat ik erg vond? Ik vond niet eens het Spartaanse, want ik vind het hoort erbij, weet je. Als je me een keer in de bezemkast moet omkleden, so be it. It is the work. Maar wat ik erg vind is dat je dan... Ik kwam een keer in Zaandam was het volgens mij. Of in Arnhem was, ik weet niet meer. Ik kwam daar binnen en ik loop om de dingen. Weet je, het was allemaal dicht. En iemand vraagt me, ja, maar wie bent u dan? Ik zeg, ik ben die motherfucker die vanavond de zaal heeft uitverkocht. Oh, u bent dat, sorry. Weet je, en gewoon is dat ik van...
where is the courtesy, weet je? Dat vind ik dan heel erg. Ik bedoel, van, we doen het samen. Dan zet je iemand daar die geen idee heeft. Ja, er komt een neger, maar ik heb geen idee hoe het is. Ben jij nou voor de schoonmaak of van het optreden? Nee, ik weet het niet. Dus ik vind van een beetje egaars van het theater. Ja. Dat is fijn, weet je. Ik weet, er zijn bepaalde theaters waar de directeur altijd die avond het heel druk heeft. Of dat hij net iets anders had of een andere voorstelling waar hij naartoe moest. Zo ben je, die zie je nooit. Maar je hebt ook gewoon heel wat theaters waar mensen je echt warm ontvangen. Vrijwilligers zijn het vaak, weet je, die met heel veel liefde doen. Die naar huis rijden om een eigen streekplank voor je te halen of een maaltijdje klaar te maken. Nou, dat zijn de dingen die voor mij het toeren altijd wel heel erg bijzonder hebben gemaakt. Dus ik herinner me liever daaraan dan aan die klootzakken die ineens wisten wie je was als je daar aankwam. Dan dacht ik van, ja, weet je, ik had 800 kaarten verkocht, was het in het theater. Ik vergeet 800 kaarten, gewoon stijf uitverkocht. Twee avonden achter elkaar. En je komt de eerste dag daar en vraag je, maar wie bent u dan? Dan denk ik, ja, go fuck yourself. Dat kijk, is echt. Dat ben ik. Ja precies. Nou, ik heb het één keer ook gehad met Rijmen is Laat. Ik kreeg Enrique Iglesias als gast bij Tante S. Ja. En op een gegeven moment komt er een groep jongens binnen. En ik had hem helemaal niet herkend. En Ilo was toen naast me die de artiestenbegeleiding deed. Dus ik kom binnen. Ik kijk, maar wie is dat nou? En ik kijk gewoon langs hem heen. Want hij had zo'n beanie of zo. Dus ik had die man helemaal niet herkend. En Ilo ging me echt zo'n stomp in mijn rug. Hij staat naast je, lul. Ik zei, hey, how you doing? Good to have you. Ik had geen idee wie dat is. Echt. Heb ik ook een keer gehad met, Patrick Kluivert had zijn bachelor's party en was in Amsterdam, we vergeten het nooit, maar het was net na het WK was geweest, Frankrijk was kampioen geworden en Edgar Davids komt op een gegeven moment met de mattie van hem binnen en hij stelt me voor aan hem, ik zeg, boe, hoe heet je? Het is echt zo, weet je, boe. En Edgar kijkt me aan, het is Thierry Henry, lul. Ik zeg, ja, sorry, ik had toch niet. Maar dat gaat, ben ik echt een jojo met bekende gezichten en dingen. Dus ja, misschien kon ik die ene man in het theater niet kwalijk nemen. Maar ik mocht het wel, want ik vond dat ik zijn fucking meal ticket was die dag. Dan moet je wel een beetje mijn moeite nemen. Dus, te gek, man. Dankjewel. Nee, het was een genoegen. Ik vond het leuk om te doen. Dankjewel. Ja, dat was hem, de Elektra podcast met Jurgen Rijman. Geef nog even een duim omhoog. Laat weten wat je ervan vond in de comments. En abonneer als je dat nog niet eerder had gedaan. Ga naar elektrapodcast.nl om de podcast met een kleine donatie te steunen. En ga naar woutermonde.nl om te zien waar en wanneer ik optreed. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!